Heel vroeger dachten ze dat mensen die in psychische nood raakten bezeten waren door de duivel. Opgesloten moesten ze worden of branden op de brandstapel. In de 19e eeuw plaatsten we mensen in dolhuizen. Dan konden ze kalmeren in warm water baden of heropgevoed worden. Toen de psychoanalyse opkwam, begin 20e eeuw, werd er eigenlijk voor het eerst betekenis gegeven aan psychische ontregeling. Freud had het over anale en seksuele driften, ego en superego, de complexe relatie met je ouders en verdrongen kinderlijke trauma's. In de jaren 70 kwam de antipsychiatrie op en werd de focus verlegd naar een normatieve, verziekte samenleving als oorzaak van alle ellende. En de afgelopen decennia is de biologische psychiatrie het belangrijkste verklaringsmodel geweest. We moeten zoeken naar afwijkingen in de genen en de hersenen als we willen begrijpen waarom mensen psychische problemen krijgen. Wat kenschetst nou al deze stromingen? Wat hebben ze gemeen? En waarom hebben ze geen van allen kunnen zorgen voor een afname van psychisch leed in de samenleving? Sterker nog, er lijkt zelfs een toename te zijn als je ziet het groeiend aantal mensen dat in de GGZ terechtkomt. Ik denk dat dat komt omdat al deze modellen uitgaan van een lineaire, causale relatie. Een simpele formule, A leidt tot B. Maar wat ze in de natuurwetenschappen al lang weten, simpele lineaire modellen werken helemaal niet bij open, complexe systemen. Human.